welkom bij me thuis. Kom binnen. Sarah, ga je mee? Kom. Kom. We gaan naar binnen. Ja, over het algemeen eet ik gezond. Maar soms heb je natuurlijk wel van die periodes dat je net iets te veel snoept tijdens een Netflix-avondje of een feestje hebt. En dan natuurlijk de dag daarna nog een etentje erbij. En dan moet ik wel weer even de puntjes op de i zetten. Dus ik zit nu echt even in een strenge gezonde periode. Wat ik dan anders doe is dat ik extra gezond eet en daarnaast probeer ik meer te bewegen. En meestal combineer ik dat dan met het uitlaten van Saar, mijn labrador. Zij is 4. Dat is niet alleen leuk voor haar, maar ook wel heel belangrijk vind ik. Want labradors hebben enorme aanleg om dik te worden en dat is heel slecht voor hun gewrichten. Dus dan beweeg ik niet alleen meer, maar zij ook nog eens een keertje. Oh, daar zou je Martine hebben. We gaan een stukje wandelen met de honden. Noma is nu bijna 4 jaar en het is een mechelzedder. En ja, ze heeft een hele sterke roedeldrang. Dus als ze er dan een keertje niet is, dan missen we haar ook echt heel erg. En ja, we zijn nu nog met z'n 3, maar straks met z'n 4 omdat ik zwanger ben. Dus ja, dan is het extra gezellig straks. Sarah is vooral echt een ontzettende luiwamme. Ze slaapt het liefst de hele dag en ze is ontzettend lief. Daarnaast is ze ook een beetje lomp, dus we lachen ons een ongeluk om haar af en toe. En ze is eigenlijk totaal niet waakzaam, wat honden vaak zijn. Ze zou echt een inbreker nog kwispelend begroeten. Ik vind het belangrijk dat Saar goede brokken krijgt. Ik heb er verschillende geprobeerd en Saar eet nu al een tijdje de brokken die ik van Purina heb gekregen en ik ben er erg over te spreken. Noah is een hele moeilijke eter. Ze heeft een periode vers vlees gegeten en op een gegeven moment wilde ze dat niet meer. En op dat moment kregen we de brokken van Purina Beyond opgestuurd om uit te proberen en ja, dat vond Noah heerlijk. Dus ik ben heel erg blij, want ze is ja, enorm kritisch. Op de verpakking lees ik dat er geselecteerde natuurlijke ingrediënten in zitten, zoals kip of lam. En dat bevat ook geen toegevoegde tarwe, toegevoegde kunstmatige kleurstoffen en smaakstoffen of conserveringsmiddelen. Je merkt eigenlijk dat het kwalitatief heel goed hondenvoer is en je kunt het gewoon bij de supermarkt kopen. Dat vind ik heel fijn. Tegen andere hondeneigenaren die ook op de voeding van hun hond willen letten, zou ik willen zeggen, als je een complete voeding zoekt die natuurlijke ingrediënten bevat, probeer dan zeker Purina Beyond is. Het is gewoon te verkrijgen in de supermarkt, lekker makkelijk. Nou, en zelfs Noah vindt het lekker, ja, hè? Nou, dat wil wel wat zeggen. Doei!